kruispunten. Door de verkeersdrukte en de verscheidenheid van weggebruikers is het risico op ongevallen er vaak zeer groot. Bijna 4 op de 10 letselongevallen gebeuren op een kruispunt. Nu, als je de voorrangsregels respecteert, dan kan je heel wat van die ongevallen vermijden. De basisregel is de voorrang aan rechts. Maar de voorrang aan rechts telt natuurlijk niet op elk kruispunt. Ik probeer vandaag het een en ander te verduidelijken. Op dit kruispunt staat geen verkeersagent het verkeer te regelen. Er staan ook geen verkeerslichten en geen voorrangsborden. Dus hier telt de voorrang aan rechts. En dus moeten de fietser en de witte auto voorrang verlenen aan de donkere auto. Ook aan dit kruispunt geldt de voorrang aan rechts, maar de chauffeur van de donkere auto zal hier het fietspad dat doorloopt over het kruispunt moeten oversteken. En in dat geval moet de donkere auto voorrang geven aan de fiets die reglementair op het fietspad rijdt, ook al komt die fietser van links. Nu, ook al is de chauffeur van de donkere auto gestopt, in dit geval om de fietser door te laten, toch moet de chauffeur van de witte auto hem voorrang verlenen aan rechts. En in die zin is de voorrang aan rechts dus absoluut. Aan deze omgekeerde driehoek moet je voorrang verlenen aan alle chauffeurs die links en rechts van je komen. Dit bord zegt dat de andere bestuurders je aan het eerstvolgende kruispunt, dus aan het kruispunt achter mij, voorrang moeten geven. Dat je dus voorrang moet krijgen. Aan een stopbord moet je ook voorrang verlenen. Bovendien moet je altijd eerst stoppen aan de stopstreep. Dit bord zegt dat je op een voorrangsweg rijdt en dat de anderen je voorrang moeten geven. Het bord wordt na elk kruispunt herhaald en geldt tot aan dit bord dat het einde van de voorrangsweg aanduidt. Aan dit kruispunt tellen de verkeerslichten. Die gaan boven de voorrang aan rechts en ook boven de voorrangsborden. Groen licht betekent dat je het licht mag voorbijrijden. Bij oranje licht, dus als het licht van groen overspringt naar vast oranje, dan mag je de stopstreep, of als die er niet is, het licht niet meer voorbijrijden. Tenzij je bij het aangaan van het licht zo dicht genaderd bent dat je niet meer veilig kan stoppen. En bij rood licht mag je het licht natuurlijk helemaal niet voorbijrijden. Voilà, nu is de weekend een baas. De voorrang aan rechts, de voorrangsborden, de verkeerslichten tellen nu niet meer. Het zijn de bevelen van de bevoegde persoon, de armen van de bevoegde persoon waar je moet naar kijken en die tellen. Als ik mijn arm rechtop steek, dan betekent dat dat iedereen, alle weggebruikers, dus ook de voetgangers, moeten stoppen. En zij die op het kruispunt zijn, moeten het kruispunt vrijmaken. Als ik één of beide armen strek, dan moeten zij die uit de richtingen naderen die mijn armen dwarsen, stoppen. Voor hen zijn de barrières toe. Voor mij, achter mij zijn de barrières toe. Zij die van links en van rechts komen, zij mogen door. Voor hen zijn de barrières open en zij mogen natuurlijk verder in de richting die ze zelf verkiezen. Dubbel voorzichtig zijn, daar komt het op aan. Het is echt geen goed idee om zomaar, zonder te kijken, een kruispunt op te rijden. Onder het mom dat de anderen je toch moeten voorrang geven, bijvoorbeeld omdat je van rechts komt of omdat je groen licht hebt. Trouwens, voor alle duidelijkheid, het gaat om voorrang geven en voorrang krijgen. En dus niet om voorrang hebben en nog minder om voorrang nemen of voorrang afdwingen. Kortom, als je de voorrangsregels correct toepast, dan met z'n allen, zonder ongevallen. Je kan deze en vorige uitzendingen opnieuw bekijken op de website van de Federale Politie.